En als het goed is, zijn we live in de lucht in de nieuwe Audi Q5 2.0 TFSI Quattro. 52 pk. Met luchtvering en zo. Maar om te checken of het allemaal goed werkt, hebben we twee stagiairs ingehuurd. Want eentje vertrouwen we natuurlijk niet. Dus we hebben twee stagiairs. Die hebben maar één taak. Die hebben maar één taak voor vandaag. Die staan hier op het pleintje. En als het goed is, steken ze duimpjes omhoog. Twee duimpjes, vier duimpjes zelfs. Verschrikkelijk enthousiast. Nou, dat hebben ze goed gedaan. De stagiairs van Autoweek, dames en heren, applaus voor Bram en Afzal. En dan nu weer terug naar de dagelijkse gang van zaken. De Audi Q5 2.0 TFSI Quattro S-Tronic. Ja, in een week die een beetje in het teken staat van een bijkomen van Genève. Hè? Dat zie je ook aan het nieuws. Ja, absoluut. Het is downtime. Ja. In bijna alles. Nee, het is altijd het grote gat wat je hebt na de grote beurs. Hè. Dat, in het najaar is dat Frankfurt of Parijs. En in begin maart heb je natuurlijk altijd Genève. En die weken na, ja, dan ben je een beetje aan het bijkomen. Dat zie je ook aan het nieuws. Je moet wel de livestream even aantikken actief. Want anders dan kun je de reacties niet zien terwijl ze binnenkomen. Kijk, Bernd Hilbrands. Goedemiddag, heren. Bernd, leuk dat je kijkt. Dan moet je eventjes het geluid van mijn iPhone uitzetten. Dat is ook wel handig. Want anders dan horen jullie ons twee keer praten. Ja, en dat is heel irritant. Dat is hetzelfde altijd als je naar de radio luistert en niemand die inbelt, die heeft de radio op de achtergrond aanstaan. Dat vind ik ook wel zo irritant. Nou, dat dus. Dat is één irritatie van Stefan. Mochten jullie meer irritatie van Stefan willen weten? Danny Schuttervaar, die vindt het jammer dat het geen Stelvio is. Ja, dat vinden wij ook heel jammer. Ja. Sterker nog, wij hadden heel graag gewild dat de Stelvio erbij zou kunnen zijn voor een test tegen deze Audi Q5. Maar die is helaas nog niet beschikbaar voor persdoeleinden. Nee. Dus die hou je zeker van ons te goed, want wij zijn ook hartstikke benieuwd naar die auto. Collega Willebrands was er geloof ik enthousiast over. Hè? Die was er zeker enthousiast over. Zo'n alfa man. Maar wat gaan we nu met deze auto doen, Marco? We gaan een triotest maken met de usual suspects. En dat wil zeggen de BMW X3 en de GLC van Mercedes-Benz. En nou is die X3 al wel een tijdje op de markt. Maar die GLC, dat is volgens mij wel eens een beetje de SUV op dit moment in dit segment. Een mooie auto, een fijne auto. Eigenlijk wat die Mercedes C-klasse ook doet in de, bij de gewone broers van al deze versies, doet die GLC bij de SUV's. Het is eigenlijk gewoon een hele goede keuze. Ja, een absoluut. Echt een voltreffer van Mercedes. Dat mag ook wel, want die voorganger, die GLK, dat was echt, dat vond ik een soort Tonka-autootje. Ja, klopt ja. Die was het gewoon net niet, die was te klein, die was te hoekig. Te gedrongen. Ja, en die GLC doet dat goed. Dus die Audi Q5 die mag wel lekker aan de bak tegen die GLC. Maar goed, jij gaat het verhaal maken. Ja. Aan jou de mooie taak om duiding te gaan geven. Ik denk dat er wel een Duitse auto wint. Dat denk ik wel. Ik denk dat we altijd wel een Duitse hebben. Ja, het is jammer. Die Stelvio hebben we erbij gevraagd. Maar ja, die was er nog niet. Nee. Dat is... Maar goed, nogmaals, die hou je van ons te goed. Voor nu, ik weet niet. Ik ben echt pas vandaag ook ingestapt in deze Q5. We kennen hem natuurlijk wel van de introductie. Afgeladen vol, werkelijk. Dus doe vooral in de comments eens een keertje een gooi naar de prijs. Ja. En als ik zeg afgeladen vol, dan denk ik niet eens dat alles erop zit. Want we hebben niet eens volledig leren bekleding. Nee, dat was wel een tegenvaller toen ik net instapte. Maar goed, het is een 2.0 TFSI, 252 pk, Quattro, Proline. Dat zit Sportline geloof ik. Dat Proline zijn ze een beetje aan het loslaten. Je hebt nu sportuitvoeringen en designuitvoeringen. En dit is dan een sport. Maar wel met luchtvering. Dus de hele auto kan... Kan echt een heel stuk omhoog en naar beneden. En als je hem dan in de liftstand zet, dan gaat hij ook echt wel, kun je zien. Zo, een neusje komt omhoog. Doet hij echt helemaal omhoog. Het scheelt ook best wel een stukje. Daar hebben we de eerste Frits Gankema, €72.000. Oscar de Jonge, €75.000. Arthur Tijmen, €90.000. Robin Pirot, €76.000. Kijk, we hebben wel vaste kijkers en ze weten dat ze niet al te laag moeten gaan zitten. Nee. Dat vind ik heel mooi. Het zijn ook allemaal kenners. Dieter Keuleers, 85k. Maar eigenlijk hebben we het goede antwoord al gehoord, hè? Ik vind 90.000 reken ik goed. 90.000 is goed, ja. Het is 89.000 en €89. Ik weet niet of dat een grapje is van de PR-afdeling van Audi, maar het is een mooi rondbedrag, zullen we maar zeggen. Dus, hoop geld, hè? Hoop geld. Maar goed... dit soort auto's, dat gaat al gauw richting... Het begint ongeveer bij 60. Wil je het een beetje leuk hebben? Nou, dus dit is best wel een dikke versie natuurlijk. 252 pk. En dat is... het kan nog bonter. Een Porsche Macan is nog anderhalf keer zo duur. Oh ja hoor, daar komt er gerust €20.000-30.000 bovenop. Zeker als je een beetje met de optielijst gaat spelen. Maar goed, maar de After Genève dip.
Wij waren daar samen. Ja, en we hebben het echt leuk gehad. Ja, dat vond ik wel. Ja. Ik geloof dat de reacties... 7 video's gemaakt. Ja. Veronica TV hebben we video's voor gemaakt. Nu.nl, we hebben alle platformen gebruikt. Ja. En ik moet zeggen, ik vond het echt weer een ouderwets autofeest. Ja. Ja. We hebben een beetje een crisis gehad, ook qua beurzen. Je hebt natuurlijk ook al beurzen gehad waar merken niet eens aanwezig waren. Volvo stond op de laatste versie van Parijs niet. Nou, nee. Volvo was nu aanwezig en hoe? Met die schitterende XC60. Die XC60 staat trouwens heel goed bij deze test passen, maar die is er nog niet. Nee. Dat is misschien wel... Ja, wat vinden jullie nou van die XC60? Vinden jullie dat nou mooier dan de Audi Q5 en al die andere Duitse SUV's? Of zeggen jullie van, nou, doe mij toch maar zo'n Duitse SUV? Want ik moet zeggen, die XC60 is echt een geslaagde... kopie van de XC90. Ja. Mooi, net even wat kleiner. Ja, absoluut. En die XC90 doet het natuurlijk heel goed qua design. Dus dat zal wel aanslaan, denk ik eerlijk gezegd. Persoonlijk vind ik het... Ik kan niet wennen aan die nieuwe achterlichten. Van Volvo niet? Nee, ik weet het niet. Ik vond gewoon die... Je had op een gegeven moment 850, dat werd een V70. En daarna kreeg je de eerste echte volledig nieuwe V70. Dat vond ik mooi. Met gewoon die rustige achterlichten die over de hele lengte of hoogte van de achterkant liep. Dat vond ik echt mooi. En dit is weer net een beetje te gekunsteld. Ja, goed, vind je? Ja, vind ik wel. Maar dat is een persoonlijke mening. Het andere uiterste van dit. Dit is gewoon recht toe, recht aan. Nou ja, dit is gewoon saai. Ja. Dit is echt een ontzettend saai getekende auto. Nou ja, Onno Schaap die vraagt of de Volvo XC60 een nieuw model is of een facelift. Nou, Onno, de vorige XC60 kwam eind 2008 op de markt. Dus het was hoog tijd voor een volledig nieuwe. En ja, het is eigenlijk een volledig nieuwe, maar dan een kleinere versie van de XC90. Datzelfde platform. Ja. En ook van binnen, we hebben er vorige week even ingezeten in Genève. Van binnen is het ook heel erg... Heel erg XC90, ook S90, V90. En binnenkort gaan we in Nederland al met een aantal autoweeklezers die auto bekijken. 31 maart. Ja. Ja. Weet je trouwens dat de vorige XC60, dat was de tweede auto die ik haalde in mijn tijd bij Autoweek. Toen je net stagiair was, dat weet ik nog wel. Ik weet nog dat Marco binnenkwam als stagiair. Ja. Lang had je geleden. Niet gedacht dat ik hier nog zou zitten? Nee, ik had niet gedacht dat ik... Dat je ooit nog terug zou zien? Nee. Ja, hartstikke goed. Je bent alweer 5 jaar in dienst nou? 2012. Ja, maart 2012, dus 5 jaar. Zo zie je maar. Als je stage gaat lopen bij Autoweek ooit dan, en je doet het goed, dan kun je gewoon blijven hangen. Want ja, wie heeft er nog meer stage gelopen? Roy heeft vroeger stage gelopen. Roland. Michiel Willebrands heeft stage gelopen. Cameraman Mark van Binsberg heeft stage gelopen. Nou goed, die is vriend van Robert Tukker. Jeroen Robertsen. Dus eigenlijk hebben we altijd best wel hele goede stagiairs gehad. En ik ben nooit stagiair geweest. Nee, maar jij stapt ook veel hoger in. Dus ja. Maar goed. Even kijken. Die Volvo goedkoper dan zijn concurrenten, vraagt Oscar de Jonge. Nou, ja, dat weten we nog niet. We weten de prijs nog niet van die XC60. Maar Volvo kennen we. Kijk, Volvo doet qua prijs echt niet veel meer onder voor die Duitse merken. Je ziet ook alle vergelijkende testen de laatste tijd. Telkens halen de Duitsers erbij bij de nieuwe Volvo's. Binnenkort hebben we de V90 Cross Country en de E-Class All Terrain tegen elkaar. Dat is ook weer een test van Marco trouwens. En dan zie je wel dat die Volvo voor hetzelfde geld wel meer vermogen vaak biedt. Dat zie je dan weer wel. Ja, klopt, dus ja, als ze bij Volvo slim zijn, gaan ze dat met de XC60 weer doen. Dat die gewoon op hetzelfde prijsniveau zit, maar dan wel net even wat meer pk's dan die Duitse 3. Dat doen ze bij Volvo gewoon goed. En ja, Volvo telt gewoon wel helemaal mee als premium merk. Ja. En ze doen het ook echt bewust. Hè? Het is echt een strategie van Volvo dat ze eerst de sterkere motoren lanceren tegen een prijs die vergelijkbaar is met wat de Duitse concurrentie voor wat minder sterke motoren vraagt. En later wordt dat gamma dan uitgebreid met minder potente motoren die dan ook weer ietsje goedkoper zullen zijn. Ik krijg daar nog een leuke vraag binnen weer van Bernd Hilbrands, die had ik al eerder genoemd. Die vraagt, waar is Arno Bokting? Hij bedoelt Arno Buckling. Die heb jij niet meer meegemaakt. Nee, die heb ik niet meer meegemaakt. Dat is in 2006 is die met de FUT gegaan. Dat was iemand die was bij Autoweek betrokken van Metafaan 1990. En ik heb van 2002 nog tot 2006 nog met hem gewerkt. Maar Arno Buckling die is al 11 jaar aan het genieten van zijn hobby's. Ja. Er zijn ook mensen met hobby's buiten Autoweek. Ja. Maar dit is toch onze hobby? Ja, ik wou het zeggen. Dit is een soort betaalde hobby. Zo zie je het nog. We krijgen er geld voor, echt waar. Ja, ook nog. Wanneer komen jullie eens met een Mazda 6? Nou, Bouke van Kammen. Ja. Je bedoelt met een Mazda 6 in de achteruit? In live drive. Dat kon wel even duren, want er staat niks op de planning. Maar we hebben net ook nog een Mazda 6 net gehad. Net een test gehad van een Mazda. Die heb ik namelijk ook gemaakt. Ja, tegen een Volvo. Ook nog eens. Die heb jij ook gemaakt. Die heb ik ook. Marco doet best wel veel tests eigenlijk. Daar zou ik iets mee moeten doen, eigenlijk professioneel. Ja, die indruk heb ik ook wel. We hebben nog een vraag van Robin Pierrot. En die vraagt ook weer een vraag over een SUV. Kan de F-Pace niet concurreren met de Audi Q5?
Ja, dat kan. Alleen ook die hebben we erbij gezocht. Maar de F-Pace begon met echt hele sterke benzinemotoren. Dat was namelijk de 3 liter V6 compressormotor. En nu is er een nieuwe 2 liter turbo, die Ingenium motor. Die gaan ze ook in de F-Pace leveren. Die had ik erbij willen hebben. Maar ook daarvoor geldt, is het niet beschikbaar. Nee. Dus ook die houdt goed. En die past dan wel weer heel goed bij de Stelvio qua insteek. Dus de volgende SUV-test in dit segment wordt de Stelvio tegen de Macan, tegen de F-Pace. En dan misschien nog wel de winnaar van de test die ik nu aan het maken ben erbij. Ja. Zullen we dat beloven? Nou, beloven wordt moeilijk, maar... We gaan er wel op inzetten. We gaan er wel op inzetten. Ja, eigenlijk, we zijn er eigenlijk alleen nog maar SUV's aan het testen zat, hè? Daar komt het wel een beetje op neer. Want 1 op de 4 nieuwe auto's is gewoon een SUV. En als je kijkt, elke week in Autoweek zie je SUV's. We hadden laatst natuurlijk de Stelvio, de eerste rijders op de cover. We hebben deze week de Opel Grandland X op de cover. Dat wordt een auto die gaat zijn techniek delen met de Peugeot 3008. Dat was al ingezet voordat PSA Opel overnam. Ja, SUV's. Het is eigenlijk zo'n onderdeel van ons werk geworden. Ja, nee, zelf persoonlijk ben ik er helemaal geen fan van het concept. Ik zie echt de voordelen niet van een auto hoger maken, zodat hij meer verbruikt en zwaarder is en minder goed de bocht omgaat. Maar het verkoopt als een tierenlier. Oh, kijk eens, mooie auto. Ja, we rijden nu naast een 240 Estate. En ik moet zeggen, ik had nooit zoveel met oude Volvo's. Ik ben Volvo pas leuk gaan vinden vanaf de 850 met de 5-cilinder. Vond ik echt leuk. Toen vond ik het leuk. Maar toen hebben we een paar jaar geleden Svensson gehad. Weet je nog? 240 Estate Occasion Duurtester. Eigenlijk reed dat wel heel erg goed. Weet je, het was heel leuk als je dan de motorkap opendeed. Dan wist ik van alle onderdelen precies wat het was en hoe het werkte. Ja. Dat heb ik nog nooit met een moderne testauto gehad. Er zitten altijd wel wat draadjes en snoertjes en chipjes waarvan ik denk, ik vermoed dat het X, Y of Z is. Maar ik vraag me wel eens af, ben ik nou de enige die Volvo vanaf de 850 leuk is gaan vinden? Wanneer zijn jullie Volvo leuk gaan vinden? Of hebben jullie het altijd al leuk gevonden? Dat is een goede vraag. We hebben eigenlijk best wel veel Volvo deze live. Ja, maar ook dat is heel populair. En we rijden in een oude Q5, maar we hebben het over Volvo. Ja, maar we hebben ook nog een prijsvraag. En die is dan weer gelinkt aan de auto waarin we rijden. Want, wat geven wij weg, Stefan? Ja. Nou, Audi. Audi is natuurlijk een merk, LED-verlichting. Je herkent ze al van verre van hun LED-balkjes. En elk model heeft weer zijn eigen LED-balkjes. En wat dachten wij? Nou, weet je wat? We gaan aan jullie een aftermarket LED-verlichtingsbalkje weggeven. Ja. Voor in je Audi of elk ander model wat je dan misschien ook beoogt. Ja, dus wij vonden dit wel een originele prijs. En wat zullen we daarvoor eens gaan vragen? Nou, dan moet het ook natuurlijk wel een vraag in het thema zijn van Audi en LED-verlichting. Dus wij hadden bedacht, wat was de eerste Audi met LED dagrijverlichting? Dus niet de volledige koplamp, maar echt de LED dagrijverlichting. Ja, ik weet nog wel, die S6 toen, die S6 V10, die had echt zulke balken onderin. Weet je, nog bijna op de hele breedte. Maar dat was niet de eerste, anders had ik het nu wel heel erg weggegeven. Dus die krijgen vast van mij, het is niet de S6 met V10. Nee. Hey, even terug op die Volvo-vraag. Dieter Keulis vanaf de S90, zegt hij. Onno Schaap vanaf de Volvo 480. Dat was zijn eerste auto. Ja, dat is een leuk originele auto. Dat was die voorwielendrijf. Over Volvo's 480 gesproken. En voormalige collega's, Arno Bukling, waar we het net over hadden, die had een Volvo 480. Ja. Heerlijk als dat allemaal zo bij elkaar komt, hè? Ja. Echt heel fijn is dat. Ik zie al wat vragen binnenkomen. Audi, Arthur Tijmen over de Audi A5 2008 LED-verlichting. Nee. Nou, ik zie al wat antwoorden binnenkomen. Wij gaan daar zo meteen even goed op terugkijken. En de winnaar krijgt het gewoon opgestuurd. Die sturen we dan even via Facebook een berichtje. Ja, blijf gewoon insturen. Ook al kijk je dit niet live, maar kijk je het later terug. Blijf gewoon insturen. We gaan er een weekend overheen laten gaan. Mag ik de LED-verlichting, zal ik ze nog even laten zien? Hier doen jullie het allemaal voor. Ik zou wel de andere kant moeten zien. Die is mooi. Hier doen jullie het allemaal voor. Anders gaat je LED-verlichting en, zo naar of je ze ook echt op je auto moet plakken. Jawel. Ik wil wel, als je hem wist, dan wil ik ook een foto. Ja? Ja, en dan kom je met een foto in de auto. Dan mogen ze daarna toch wel weer af, want... Maar goed, we geven het weg, dan moeten we ook niet kinderachtig doen. Nou, dat is ook waar. Nou, vooruit. Hé, maar wij zitten een klein beetje aan het einde van deze uitzending. Maar ik heb nog wel een vraag. Want we waren natuurlijk op Genève. Wat was nou jouw favoriete Genève nieuwtje van dit? Laat je niet buitenom doen halen, Marco. Nee, natuurlijk niet. Het is ons circuitje, meedoen is belangrijker dan winnen. Ja, je favoriete auto van Genève. Dus wij waren er vorige week. Jullie hebben natuurlijk al onze video's gekeken. En wat vonden jullie nou de mooiste auto? Ja, mag ik zeggen wat ik de leukste vond? Ja, dat vroeg ik. Ja?
Nou, ik vond de Insignia echt, echt lekker dik. Ja, je bent een open man, hè? Ja, ik vond de nieuwe Insignia echt heel mooi. Roy Kleijweg is momenteel aan het rijden met die auto. Dus binnenkort meer over die auto. Maar het allerleukste vond ik die Alpine A110. Ja, vind ik ook echt helemaal een auto voor jou. Snap ik helemaal. Weet je wat mijn favoriet is? Nee? Ja, weet je wel. Porsche 911 GT3. Er is niks mooiers dan 9000 toeren. Ja, en nu verkrijgbaar met handbak. Exact. En op die eindnoot denk ik dat wij maar eens moesten gaan afsluiten. Ja. Want de collega's hebben de Mivo-camera ook weer nodig. Ja, de collega's van Libelle, want we zijn een breed mediabedrijf. Precies, dus die gaan onze Mivo overnemen. Dus misschien dat je zo meteen bij Libelle op Facebook over hele andere onderwerpen en dan zie je ons praten. Even en vragen. Komen. Stel ze vooral vragen. Maar wij gaan nu afhaken en ik wens jullie een heel fijn weekend. Ik vond het wel weer leuk om te doen, Autoweek Live Drive. Zeker, vond ik ook. Ik vond eigenlijk is alles leuk wat we doen. Hè? Genève vond ik ook leuk om te doen met jou samen. Zeker. Dus volgende week weer een nieuwe Live Drive. Ja. Met daarin twee andere redacteuren. Ja. En een nieuwe auto. Ja. En intussen hebben we deze middag op de site trouwens heel erg heet nieuws. De Polo was net gelekt. Oh ja. Die was gefotografeerd. Dus, je hoeft je niet te vervelen tot die tijd. Nee, ik denk dat je het weekend wel doorkomt. Net een dubbeltest video online gegaan. Precies, dat komt helemaal goed. In ieder geval, voor nu bedankt voor het kijken. En een heel goed weekend.